moment dat ik er zo erg van bewust was van het probleem, toen kon ik niet meer het vergeten. Toen dacht ik, ja, ik moet er nu gewoon iets mee doen. En ik wil dit zo graag, deze mooie beeld wil ik zo graag behouden. En zo ging er steeds meer over nadenken. En steeds meer het gevoel dat ik nu er iets aan moest gaan doen. Ik wil hiervoor staan. En als andere mensen dat niet zien, dan wil ik alsnog, dan wil ik het alsnog uitdagen. Ook al ben ik maar natuurlijk op zo'n moment zijn, toch zoals ik dat ook het gevoel heb. Dat het uiteindelijk wel. Klimaatdoelen worden gehaald en dat de klimaatdoelen ambitieuzer gaan worden en dat we daardoor toch ja, de wereld redden. Misschien wil ik architect worden, dan ga ik wel echt kijken naar duurzame gebouwen. En als ik econoom word, waar ik ook nog over nadenk, dan ga ik kijken naar een circulaire economie. Dus ik wil echt daar iets mee doen. Maar doordat ik er zo mee bezig ben, doordat ik zo actie voor een mooie beeld, voor een eerlijke beeld, zal ik het dan maar even noemen, krijg ik daar juist energie van en voel ik me denk ik ook beter. Als je kritisch gaat zijn op een cynische manier, dan denk je dat het juist een aangelegd effect heeft. Terwijl door met mensen in gesprek te gaan en het positieve te belichten en te kijken naar wat kan ook in plaats van wat is fout. Ik denk dat dat veel meer de manier is waarop er verandering kan komen.